Oké, de heer Van Houweling, u had nog een laatste vraag of is het nu niet meer nodig? Als het nog mag. Want en kort. Heel kort, want u zegt van er zijn twee verschillende databronnen. Maar hoe kan het dan dat het verschil zo enorm groot is tussen die twee? Oh, dat kan te maken hebben met het tijdsframe. Dat kan. We hebben gezien, dat het percentage gevaccineerde patiënten wat in de ziekenhuizen komt, in de loop van de tijd in de afgelopen zeg maar 2 maanden sterk veranderd is. En als je dat bekijkt, en ik refereerde even, ik heb het u vorige keer ook de data laten zien, bijvoorbeeld met die studie uit Israël, dan zag men daar dat naar gelang het interval tussen vaccinatie en sinds vaccinatie toenam, dat de kans om alsnog weer als gevaccineerde zo ziek te worden dat je in het ziekenhuis kwam, sterk toenam. Eens te meer bij kwetsbare mensen. En dat zag je in Israël enkel en alleen bij de 60-plussers. Dus als je in interval in de tijd kijkt, in de tijd dat wij nog in begin september was 20% van de opnames was gevaccineerde. En ondertussen is dat 51%. Dat verandert. Dat is reden te meer, zoals ze net al gezegd, om te kijken naar een zo vlot mogelijke boostering in de hoop dat dat een sterke impact daarop heeft. En dat betekent ook alvast een predictie vooruit van hou er maar rekening mee dat we dan daarmee straks iedere keer in een seizoensgebonden boostering. Dat kun je nog niet met zekerheid voorspellen, maar verstandig om er rekening mee te houden.